Een 15-jarig meisje is door een automobilist in haar arm gestoken toen ze door Barsingerhorn fietste. Ze reed op de Herenweg toen het gebeurde. De bestuurder had zijn arm uit het raam en daarmee is dus het meisje geraakt. Vervolgens is ze ook op de grond gevallen. Vervolgens heeft ze heel snel de fiets gepakt, is ze opgekrabbeld en weggegaan, want doodsbang was ze. En vervolgens heeft ze ons gebeld. Nou ja, wij hebben nog gezocht in de omgeving, maar helaas de bestuurder niet gevonden. De buren die direct aan de straat wonen hebben er niets van gemerkt, maar vinden het nieuws verschrikkelijk. Als jij een dame te lijf moet gaan met een mes, is het natuurlijk heel wat loos allemaal. En dan denk ik, ja, zou iemand, dat klopt ook niet helemaal, want ja, dat is niet normaal. Het gebeurt en het gebeurt overal en nou is het gewoon vlakbij de deur. En ik weet niet eens ook weer wie het zijn en wie het gedaan hebben, dat is allemaal een raadsel. En dat zal uitkomen, misschien, hopelijk. Eerder werden in Egmond en Castricum ook uit het niets vrouwen door een automobilist gestoken. Dat doet vermoeden dat het hier mogelijk om dezelfde dader gaat. Ik kan me voorstellen dat mensen dat inderdaad denken, maar daar is nog echt te vroeg voor. We richten ons nu zeg maar qua onderzoek op Barsingerhorn, maar uiteraard kijken we of er verbanden zijn met de eerdere steekincidenten in Noord-Holland. De dader reed in een kleine personenauto. De politie is op zoek naar camerabeelden en getuigen.